De eerste borden zijn al vervangen. Station Eindhoven heet vanaf zondag Station Eindhoven Centraal. Met de nieuwe dienstregeling heeft het treinstation dus een iets andere naam. Eindhoven wordt het eerste station in Brabant dat het woord Centraal mag toevoegen aan de naam. Volgens een woordvoerder van ProRail zegt het iets over het belang van de stad als hub binnen het treinverkeer. Om het Predicaat Centraal Station te krijgen, moet de stad wel aan verschillende eisen voldoen. De stad moet onder andere meer dan 100.000 inwoners hebben. Ook moeten er minimaal 40.000 reizigers dagelijks via het station reizen. De kosten voor de naastverandering komen op maximaal 150.000 euro.